Bridget Maasland uit felle kritiek op haar eigen programma, RTL Boulevard, wat volgens mediakenners Victor Flam en Lars Duursma vreemd is. Ze hekelt de focus op privélevens van BN'ers, iets wat ze meerdere keren publiekelijk heeft gedaan. Dit roept de vraag op waarom ze blijft presenteren als ze zo moeite heeft met de inhoud. Victor onthult dat er geen brede discussie is achter de schermen, hoewel sommige medewerkers haar kritiek delen en vrezen dat Boulevard te veel op roddelbladen gaat lijken. Het is ongebruikelijk voor presentatoren om hun eigen show publiekelijk af te kraken, wat volgens Victor en Lars schadelijk kan zijn voor de geloofwaardigheid bij kijkers. Ze adviseren Bridget om dergelijke discussies intern te houden, om het imago van het programma te beschermen en om niet haar eigen positie te ondermijnen.